Goedemorgen allemaal. Wij hebben geen privéjet, dus we gaan gewoon met een lijnvlucht naar Zurich en dan gaan we door met de auto naar Davos om daar te kijken wat de mensen van het World Economic Forum eigenlijk allemaal uitspoken zijn. En we doen daar natuurlijk hier verslag van voor jullie. Ja, ik heb mijn paspoort in de Uber laten liggen, dus de Uber moet er weer terugkomen en dan komt het allemaal goed. Voel je een beetje nerveus? Ja, ik denk dat het wel goed gaat, maar het is wel heel dom. Het is heel dom. Dankjewel, man. Hoi. Heb je hem? Ja. Davos, here we come. Zo, we zitten in de auto. De sneeuw begint al te vallen. We rijden langzaam de bergen in. Vanaf de luchthaven naar Davos. En om 11 uur ga ik live, dan kunnen jullie al je vragen stellen. Ga ik jullie vertellen over de geschiedenis van het World Economic Forum en waar die mensen mee bezig zijn. Dus tune in op mijn Instagram account om 11 uur. Tot zometeen. Wacht even, ik bel je zo terug. We komen dichterbij. We zijn warmer en warmer aan het worden. Sauberberg. We zijn nu met een kabelbaan op weg naar de top van de berg, waar het beroemde sanatorium staat, oftewel het rusthuis waar mensen konden genezen. En dit is waar in de 19e eeuw de Europese elite al naartoe ging om na te denken over het leven enzovoort. En Thomas Mann, de grote Duitse schrijver, heeft hier een roman over geschreven, de Zauberberg, de Toverberg. Het gaat over deze berg, 1924. Hij heeft ook de Nobelprijs voor literatuur mee gewonnen. En eigenlijk is dat boek profetisch voor wat er nu in Davos gebeurt. Want op die top van de berg zit dan een gestoorde Duitse arts. En die gelooft dat de wereld ongezond is, het leven ongezond is. En dat door een proces van ziek worden de genezing uiteindelijk kan inzetten. De ziekte om de wereld beter te maken, om de wereld te vernieuwen, om alles te veranderen. Dus het is een plek die was eigenlijk profetisch voor wat er nu gebeurt 100 jaar later. Thomas Mann, die had toch een aantal dingen goed begrepen. Dit is een echt zo'n 19e eeuws hotel waar Thomas Mann en al die jongens van zijn generatie hun tijd doorbrachten. Ook het Hotel des Bains op Lido in Venetië. Het is een bepaalde stijl en alles speelde zich in dit soort plekken af. De Titanic was ook zoiets. Dat is gezonken, maar dat was ook deze stijl. En ja, hier gebeurde het. Toch waanzinnig. Alleen maar zo'n glas. Ongelooflijk. Ik zou ook megalomane ideeën krijgen als ik hier een wereldleider was en hier zou samenkomen. Zou ik ook denken, mensen moeten doen wat wij denken. Ik bedoel, ja, larger than life. En hier zie je dus overal het World Economic Forum. Bijvoorbeeld hier, dit is de SDG-tent. SDG Sustainable Development Goals, de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die ze dus willen implementeren en die tezamen in hun totaliteit de totale tot slaafmaking van mensen betekenen. En wij zien dit als een handleiding voor een totalitaire controlestaat. En hier zie je dus een gebouw gewijd daaraan. Dus we gaan eens even binnen een kijkje nemen. Ik ben dus nu in het SDG-gebouw, een van de vele gebouwen van het congrescentrum van het World Economic Forum. Wat je hier ziet is dat ze de doelen voor duurzame ontwikkeling, dus voor de klimaatdoelen, voor gendergelijkheid, voor al die andere totalitaire controleplannen van de overheid in allerlei werkgroepen gaan uitwerken. Dus dit is ook precies hoe dat proces werkt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om dus bedrijven, maar ook representanten van de overheden, ambtenaren, ambassadeurs en zo, die zitten hier allemaal bij elkaar om het te hebben over net zero, dus CO2 neutraal. Ze gaan het hebben over One Health, dus dat is vaccinaties en dat soort de controle van het World Health Organization over onze levens. Ze gaan het hebben over de oceanen, dan weet je al wat ze bedoelen. Dan willen ze dus het vrije vissen willen ze aan banden gaan leggen en gaan controleren. Dus dit is hoe het World Economic Forum in de praktijk werkt. Dus je hebt natuurlijk de main stage waar de politiek leiders hun verhaal houden. Our global economy is undergoing deep transformation.
Maar hier bijvoorbeeld in deze kamer, daar zitten de delegaties, dus ambtenarij, maar ook van bedrijven enzovoorts, te praten over hoe ze die SDG's, die totalitaire duurzame doelen voor de Agenda 2030, gaan implementeren. En dus hier, dit is waar de echte invloed van het WEF waar die plaatsvindt. Kijk even mee. Je ziet hier dus overal aan de muur die doelen, die dus een totalitaire staatsmacht opleveren. En wat party? In the Forum for Democracy. Are you invited? No, of course not. Well, there are quite a few of them here, selling out their very own country. All of them think the same about what the future should be, and that future is one where we have a personal carbon dioxide budget, so our emissions are being controlled. We have CBDC, centrally controlled digital currency. Well, it's interesting you mentioned the centrally controlled digital currency, because Mark Carney literally just walked past us now. We zijn weer op de terugweg. We hebben een lange dag achter de rug bij World Economic Forum. En ik ben echt getroffen door wat ik er allemaal omheen zag. Je hebt natuurlijk het conferentiecentrum met de wachttorens en de gewapende mensen die het daar afschermen. Maar de rest van het dorp is eigenlijk één grote aaneenschakeling van paviljoens. Waar al die megabedrijven, maar ook landen, India en zo, hun kampement hebben opgezet. Het is heel beangstigend om je te realiseren dat de mondiale elite bevangen is van dezelfde begeestering voor nu de vierde industriële revolutie, climate change, het doorgaan met de oorlog tegen Rusland, het afpakken van ons geld, massale migratie, minder soevereiniteit, al die ideeën van het globalisme, dat ze bevangen zijn door dezelfde begeestering daarvoor als 2 jaar geleden alle coronaregels en decennia terug de communisten met hun idee van een hogere mensheid, een hoger doel, wereldburgerschap, een wereldstaat, de opheffing van families, privé-eigendom en nationale verbanden. Dat is de vijand waartegen wij strijden, het globalisme. En ik zie dat Rutte ook weer allemaal dingen aan het posten is. Rutte is duidelijk geraakt door onze aanwezigheid hier. Je doet er heel veel ideeën op. Er worden geen besluiten genomen. Ik ben hier met een grote kabinetsdelegatie. Ja, en zou je dit apart moeten doen, dan praat je misschien over letterlijk tientallen reizen naar al deze mensen toe. Of zij naar mij, of naar ons. En dit is dus ook veel praktischer. Dus heel nuttig. Geen besluiten, maar wel heel veel inspiratie op. Hij probeert echt een beetje te doen alsof er allemaal niet zoveel aan de hand is. Maar dit is waar de mondiale elites naartoe willen. Als wij niet opstaan en hen stoppen, dan leven wij over 10 jaar in slavernij. Dan raken we onze vrijheid kwijt, ons eigendom, onze welvaart, onze democratie. En dan komt daar een matrix-achtige controlestaat voor terug. Dat heb ik vandaag gezien in Davos. Ik ben strijdlustiger dan ooit, maar ik ben ook geraakt. En je ziet hoe hermetisch het wereldbeeld is van deze mensen. En ik hoop dat ik dat voor jullie op een goede manier in kaart heb.